Ik denk dat heel veel mensen gaan openstaan. Ik denk dat er ook de situatie misschien, zelfs al is ze niet helemaal realistisch, want de realistische kenmerken kennen we van zo centra, maar het is net daarom dat ik het eruit heb getrokken. Voor mij gaat het niet over asielzoekers, het gaat over mensen die zijn aangeland. Ik denk dat dat, ja, kijk, het is het soort van film dat als de mix van tragedie en komedie goed zit, dat is de grote moeilijkheid, denk ik, voor de film. En die toon juist is, dan kan het even goed lukken als met de Helaas Zit Er Dingen. Als met, ja, ik ben een keer, La Merditude des Choses, dacht ik, maar het is Helaas Zit Er Dingen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.